Jens, morgenavond de wedstrijd tegen Dnipro. Wat kan je herinneren van het vorige duel met Dnipro? De vorige duel, Dnipro is een heel sterke team, denk ik. En morgen is niet een makkelijke wedstrijd, maar het is heel belangrijk. Het is een groepfase finale voor ons. En ja, ik heb 3 punten pakken. Ja. Wat verwacht je ervan? Want je zegt, ze kunnen misschien wat anders voor de dag komen. Hè? Of misschien wel enigszins vergelijkbaar met de vorige wedstrijd. Maar wat verwacht je van Dnipro? Hebben zij een ontwikkeling doorgemaakt? Ik denk niet heel veel space tussen de linies. En goede counterattacks. En ja, dat denk ik. Ja. Het gaat dan erover dat je zei het net zelf al, de groepsfase finale. Ja. Want wie deze wint, hè, wij mogen ook nog gelijk spelen, maar die staat bovenaan de groep. Ga je er dan in van, nou, met een gelijkspelletje zijn we er, dus dat is prima. Of we willen echt winnen? Nee, we willen altijd winnen. Morgen 3 punten is die doel van ons. So, ja. Ik hoop in een goede wedstrijd voor ons en 3 punten. Ja. Hoe kijk je naar je eigen momentum op dit moment? Hoe zit jij er zelf in? Hoe kijk je daarnaar? Alles goed. Ja, ik denk het is goed. Ik speel die spits nu en mag geen doelpunten. En ja, is moeilijk. Ja, je hebt er een paar gemaakt. Je was natuurlijk ook even geblesseerd. Daarna weer teruggekomen. Ja. Hoe is deze fase voor je? Dat je gewoon elke wedstrijd bijna speelt en dat je ook die doelpunten maakt? Is goed man, dat is wat jij wil. En nu deze drie wedstrijden. Heel belangrijk, alle drie. Voor die winterstop. So, yeah.